Welkom bij de FC Afkikken Daily van donderdag 7 oktober. En ik word vergezeld door mijn favoriete collega's Wouter Boerkamp en Marten Haven. Yo, yo, yo. Mart zei het gisteren eigenlijk ook, of Mart, Niel zei het gisteren ook, maar vandaag vind ik het waarschijnlijk aan. Dit is een goed trio hoor. Ja, maar hij zei ook van, denk je dit dat ik het meen? Nee, precies. En dat ga ik niet vragen, want jullie weten dat ik het meen. Ik heb gisteren geluisterd en het was wel een lekker podcastje. Ja, ging prima gisteren. En vandaag heb ik nog beter hoop dat het nog beter gaat worden. Want we hebben echt wel een paar hele leuke onderwerpen. Eigenlijk in een week waarin je weinig voetbal hebt, dan denk je, wat moeten we gaan doen? Maar er komen echt een hele hoop toffe dingen voorbij. Ja, gisteren natuurlijk de eerste wedstrijd van de Nations League. Die gaan we het later over hebben. ADO Den Haag is nog steeds aan het vechten tegen de tijd. Ja. Maar ik denk dat we moeten beginnen met een hoop die een ieder van ons nog steeds koestert. Ook al is Wouter inmiddels dat gaat mij 46, 29, 25 en ik 26. Maar we hebben nog hoop, want Charlotte FC, het team dat we natuurlijk kennen, omdat Thomas Schaling de Herder daar hoofdscout is, team in Amerika, die hebben een heuse soort try-out, hebben ze. Spelers mogen daar aan meedoen en aan het einde blijft één speler over en die wordt gesigned. Ja, dat wordt echt onderdeel van het team. Eigenlijk echt Amerikaans, om het zo te zeggen. Een beetje een soort talentenjacht. En een beetje combinatie met een reality-serie. En wat ze eigenlijk gaan doen is, ze gaan spelers de kans geven inderdaad om bij de selectie te komen. Dus die worden uitgekozen. Die worden 24 uur per dag worden ze gevolgd. Ja, en uiteindelijk valt er eigenlijk, zoals ook bij andere shows, valt er dan elke week valt er eentje af. En in de grote finale wordt er één speler gekozen die dan onderdeel wordt van Charlotte FC. Jammer dat er geen Nederlanders bij zitten, man. Ja, zou dat nog... Nou ja, zou nog wel kunnen. El Kayati bijvoorbeeld? Zo, wauw. Dat zou toch gruwelijk zijn? Hele vette kandidaat. Ja, ik zag want dat is even goed om praat. Ja, maar hij kan ook goed praten, hij kan goed lullen, man. Ook vet hoe... Dit is totaal zijpad, maar hoe super... Dat hij zei van dat wij, en daarmee bedoelde die Marokkaanse spelers, het soms moeilijk vinden om super kritisch te zijn of zo. Of zelf kritisch te zijn, ja. Zei hij. Ja. Dat, ik vond het wel heel mooi dat je ook dat zelf inzicht hebt. Ja, misschien ja, praat hij voor een te grote groep. Ja, dat vind ik ook een beetje dubbel. Want op zich, hij kan toch moeilijk uit de mond van Tanane praten, toch? Zeker, zeker. Maar ik vond het wel mooi dat hij zei het eigenlijk daarmee wel over zichzelf ook. Dat hij dat zelf ook moeilijk vond. Maar zou een hele vette kandidaat zijn. Misschien komen we nog tijdens dit gesprek wel op meer kandidaten. Maar Charlotte FC, die zijn dus... de MLS is toen gaan uitbreiden volgens mij. En toen hebben zij een licentie gekregen als stad. Ja. En zij starten dus in het volgende seizoen gaan zij meedoen in de MLS. Ja, het is nu nog een niet... Het is wel een bestaande club, maar het is nog niet een club die meedoet al aan de MLS. Ja, klopt. Jij zei ook al, ze hebben een aantal spelers getekend. Waaronder, voor de YouTube-kijkers hier, Christian Fuchs. Dat is de bekendste. Ja, dat is eigenlijk de bekendste die erbij is gekomen. Ja, nog een jongen uit Uruguay en nog een Spanjaard erbij, weet je. Maar niet de bekende namen. Uiteindelijk is Thomas Schaling is daar natuurlijk een team aan het opbouwen. En goed, daar komt in ieder geval één speler bij. Maar wat ik me wel trouwens verbaas altijd, is als ik op een verdwaalde woensdagnacht speel ik nog wel eens carrière mode met FIFA in de MLS. Kun je die play-offs doen, is leuk. Dat er niet veel meer Nederlanders daarheen gaan. Want Nederlanders zijn op zich betaalbaar. Maar dat is toch wel een tijdje echt zo geweest, zeg maar. De generatie Michael de Leeuw, Vito Wormgoorn, Johan Kappelhof. Die op een gegeven moment allemaal... Ja, ook een aantal daarvan indirect via het buitenland. Maar een categorie hoger is denk ik voor die MLS-clubs ook heel interessant. En voor gasten die een avontuur nastreven. De Jean-Paul Goetjes, dat niveau bedoel je? Ja, dat. Of bijvoorbeeld, Stekelenburg. Weet je wel, dat soort gasten een beetje... Maar ook, weet ik veel, Thomas Bruns of zo... of El Kayati nu, dat zijn denk ik voor de MLS best wel goede spelers. Ja, voor mijn gevoel, die laatste categorie... daar hebben ze ook wel spelers van gehaald. Ze hebben wel Kenneth Vermeeres die kant op gegaan. Ja, dat is waar. Meedun Janin, Jamiro Montero bijvoorbeeld. Ja, dat is waar. Inderdaad, de categorie daarboven zou best wel een keer interessant zijn. Alleen ja, die komen niet meer in aanmerking voor deze talentenjacht. Maar hoe gaat het nou precies in zijn werk? Want wordt er een soort, volgens mij is het wel echt puur gedaan voor het beeldmateriaal. Ik denk dat daar wel een goede samenwerking in zit qua financiering. Ja, daar zit gewoon een grote productiemaatschappij achter. Maar de spelers worden gevolgd? Ja, die worden eigenlijk 24 uur per dag inderdaad in de gaten gehouden. En
Ja, in principe, ja, wij kennen dit principe ook natuurlijk vanuit Amerika, ook vanuit andere sporten. Je hebt bijvoorbeeld in de NFL heb je zowel Last Chance U, dat hebben jullie misschien ook wel gezien, universiteit, waarbij ze ook eigenlijk alles, ook buiten de sport zelf, van die jongens een beetje in de gaten houden en hoe ze sociaal zijn en dat soort dingen. En bijvoorbeeld Hard Knocks heb je ook van NFL, waarbij een slecht presterend team, dat niet de playoffs heeft gehaald, dan de volgende seizoen in aanmerking komt voor om ook gevolgd te worden. Ja, daar lijkt dit een beetje op. Alleen dan ook met dat talentenjachtelement erin, dat er één speler overblijft. Ja, en dat is natuurlijk heel leuk om te zien. Want bij die NFL-uitzendingen zie je ook dat er heel veel spelers in aanmerking komen voor één selectie, zeg maar. En daar heb je dus ook altijd jongens die er net wel, net niet bij komen. En dat zijn juist de toffe verhalen om te volgen. En dat verwacht ik hier ook wel een beetje. Maar als je toch Pieter de Waard bent, dan bel je toch morgen een of andere productiemaatschappij om dit ook voor Nederlandse KKD te gaan doen. Jij moet hier toch keihard tegen zijn met je stop de belofte en against modern football. Jij staat het liefst bij Wimbledon, langs de lijn. Ja, maar dat is een sprookje. Maar ik ben niet tegen het moderne voetbal. Ik vind dat zo'n lege term. En ik ben heel erg tegen de belofte teams. Hoe zou jij het vinden als er nu één club in de Keukenkampioen Divisie bij zou komen? Dus zonder historie, maakt niet uit waar het zit. En daar worden bepaalde experimenten, zeg maar, gedaan. Dus daar wordt een bepaalde visie geïmplementeerd, wat bijvoorbeeld te maken heeft met alleen maar jonge spelers of alleen maar jongens via een talentenjacht. Mijn argumenten tegen de belofte teams zijn, is dat ik vind dat de Keukenkampioen Divisie, die is er voor de Keukenkampioen Divisie clubs. Weet je wel, en Top Os of Helmond Sport heeft geen enkele baat bij Jong Ajax, Jong PSV. Het levert alleen maar een paar kutwedstrijden op en het is oneerlijk. Nou ja, als er nu een nieuw team inkomt, wat gewoon met één selectie speelt, wat probeert er wat van te maken, en dus gewoon echt een club wordt, dan heb ik daar geen enkele moeite mee. Ik vond Achilles ook heel tof, ondanks dat ze het niet gered hebben. Ja, maar Achilles had natuurlijk ook al wel een beetje een fanbase, maar dan vanuit het amateurvoetbal. Er zijn zoveel clubs met bijna geen fanbase. Ja. Nou ja, maar doen in Nederland? Telstar? Nee, ja, als jij daar geld aan kan verdienen en je hebt er mogelijk een aardige speler aan, je hebt 17 contractspelers nodig, nou ja, goed. En je doet het op een leuke manier, waar Telstar een beetje onbekend staat, dan zou ik dit in Nederland eigenlijk ook wel willen Pieter, zien. En Elke Jatti dus meedoen. Elke Jatti ook meedoen. Nee, maar in Amerika, hè? Zeker, dat is ook echt een goeie. Ik heb nog één ding, ik vind dit een leuk idee, maar wat mij echt vet lijkt om vanuit Amerika over te nemen is om aan het einde van het seizoen of in de winterstop om twee dreamteams tegen elkaar te laten spelen. Dus Tadic met Bijlo op goal, met Gakpo linksbuiten. En dan tegen een ander team wat ook knijtgoed is, lijkt me. Tegen België. Kan ook. Ja. Nou ja, je kunt hier ook toch gewoon 22 spelers. Lijkt me fantastisch. Ja, vind ik ook een goed idee. Vind ik minder. Dat mag. Tegen moderne voetbal. Nou, laten we dan snel doorgaan naar ons volgende onderwerp. Steken onder het mes. Ja. Dat klinkt als een spreekwoord wat Niel zou kunnen zeggen. Zeker. Maar het gaat natuurlijk over Maarten Stekelenburg, die voor de rest van het seizoen is uitgeschakeld. Ja, het is voor hem echt wel heel erg balen. Super zuur. We hadden natuurlijk het idee van, hij heeft een liesblessure en het is wachten tot hij terugkomt. En dan komt hij misschien weer op de... Ja, verdrinkt hij misschien pas weer uit het elftal. Maar nu blijkt eigenlijk wel dat door die liesblessure dat hij zich aan zijn heup moet laten opereren. Dat het toch wel te ernstig is en dat hij daardoor het hele seizoen gaat missen. Ja, dat is A voor hem heel kloten natuurlijk. Hij zei zelf ook van, eigenlijk vorig jaar is alles beter uitgepakt dan ik had gedacht. Eerste keeper en mee naar het EK. Hij heeft veel meer gekregen dan hij misschien had verwacht. En nu is het wel in één klap. Ja, misschien wel. In ieder geval einde seizoen. En daarna kijken of hij nog weer terugkomt. Ja. Ik hoop dat hij doorgaat daarna nog wel. Ja, dat hoop ik ook. Nou ja, je hebt hem al de MLS gepraat. Dus dat gaat wel goed. Ja, dat lijkt me een toffe stap van. Ja, maar ik vind het vooral ook interessant om nu te kijken, want je had dus bij Ajax de situatie telkens van, Pasveer keept, maar misschien komt Stekelenburg terug. En dat valt nu helemaal weg. Dus je hebt nu nog over Gorter en Pasveer. En Onana. Ja. Binnen 30 dagen. Ja, en dan ga je ervan uit dat Onana weer aansluit. Dus dat vind ik al een puntje. Gaat dat wel of gaat dat niet gebeuren? En daarachter zitten eigenlijk alleen maar Ratsi, Setford zit er nog bij. Ik denk dat je daar niet naar hoeft te kijken. Nee, maar aan talent heb je genoeg toch met Gorter? Nou ja, ik zit een beetje te kijken. Stel dat Onana dus niet meer aansluit. Wat ga je dan doen voor de komende maanden? Ja. Dat vind ik interessant. Want je zou bijvoorbeeld eigenlijk alleen een transfervrije keeper kunnen halen. Zouden jullie dat doen? Hoezo alleen een transfervrij? Voor de komende maanden. Ik bedoel, tot aan de winterstop. Ik denk dat ze daarin sowieso niks gaan doen. Maar dat zou ook een dat red je toch ook prima met Pasveer en met Gorter.
Maar ja. Er is toch geen transfervrije keeper te vinden die beter is dan Gorter pas? Ja, daar heb ik dus wel even naar zitten kijken. Ik noem het ook niet voor niks. Het is best wel leuk trouwens om op Transfermarkt even dat lijstje door te nemen. Gruwelijk. Daar staat ook Willy Caballero bijvoorbeeld tussen. Maar ik zag ook Sergio Romero. Ja, maar Sergio Romero. Ik heb wel gezien dat hij gaat naar... Oh, die heeft al getekend ergens. Nee, nog niet getekend, maar Venezia volgens mij. Mooi stap. Bij onze Italiaanse vrienden. Of Wesley, Victor Mak of Willemaak was het. En kan één persoon kan Ajax dat nog voorkomen? Dat zou ik niet durven zeggen. Moet Ajax dat willen? Nou, ik zou het echt wel best wel een interessante... Maar is dat dan beter dan Pasveer? Is dat dan beter dan... Ik zit meer met een scenario in mijn hoofd van... Stekelenburg is nu geblesseerd. Stel, Pasveer raakt volgende week geblesseerd. En dan? Heb je dus Gorter als eerste keeper. En daarachter heb je dus Ratie of Zetvoort. Of de derde is mee van ontschoten, maar ook een jeugdkeeper. Roggeveen is het trouwens. Ja. Ja, maar dit is op zich wel zo'n onwaarschijnlijke situatie. Nou ja, dat een keeper een keer geblesseerd raakt. Is... Ja, maar er moeten dan twee keepers geblesseerd worden. Wat natuurlijk wel het ding is, de Ajax streeft natuurlijk wel naar een dermate hoge standaard. Dat ze dit, het moment dat je zeg maar in de Europa League met Varela moest gaan of tegen Heerenveen toen met Kostas Lamproe. En Lamproe was wel een andere situatie, want die was gewoon een volwaardige tweede keeper op dat moment. Ja. Daar was voor gekozen. Maar Varela was natuurlijk al een noodgreep. En ik denk dat Ajax echt niet meer in die situatie terecht wil komen. Maar ik weet niet. Europees kun je niks doen hoor. Want dat gaat sowieso niet meer werken. En daarna moet je natuurlijk gaan kijken naar de winterstop. Van wat ga je dan doen? Dat vind ik interessanter. Ja. Wie zou je kiezen? Ja, wat is jouw ideale situatie? Laten we eerst even de optie die ze hebben. Onana. Ja, daar hebben we het al vaak over gehad. Ik zou opstellen, het doen. Ja of nee? Nee. Ik zou het doen, jij niet. Nee, ik ook niet. Nee, precies. Maar en langer termijn? Ja, dan moet je natuurlijk gaan kijken naar een nieuwe keeper, denk ik. En, sowieso om erbij te halen. En wie zou jij halen? Ja, ik vind dat moeilijk. Ik zou niet zo... Wij hebben de hele ochtend al op Transfermarkt en met Jaron gediscussieerd. Ik ben bijna slaags geraakt met Jaron. Want die baseert alles op voetbalmanager. Ja, dat is natuurlijk geen realiteit. Nee, dat is niet de bedoeling. Maar Wouter, wat zou jij doen? Ja, ik pak even je telefoon. Ja, we hebben zo meteen nog even contact met ADO. Dus over ADO, dus dat moet ik even regelen. Martin Jol. Ja, ik zou toch, we hebben inderdaad verschillende namen besproken. Maar ik zat een beetje te twijfelen tussen Livakovic van Dynamo Zagreb. En toch gewoon Van der Voort van Genk. En dan zou ik toch voor die laatste gaan vanwege... En zijn voetballende kwaliteiten en ontwikkelpotentieel nog. Ik vind dat echt kapitaalsvernietiging. Want je hebt, hij is veel verder dan Gorter, denk ik. Mm-hmm. Maar ik vind Gorter wel dusdanig talentvol dat hij eerste keeper van Ajax kan zijn in de toekomst. Dus ik zou, als ik nu Ajax was, zou ik voor de korte termijn een keeper halen. Mm-hmm. En dan kijken of je in een half jaar of in anderhalf jaar, je kan ook een keeper van anderhalf jaar huren, Gorter klaar kan stellen tot eerste keeper. Want als je nu Van der Voort haalt, dan doe je dat eigenlijk... Dan schrijf je Gorter af. Of je moet hem voor 3 jaar gaan verhuren aan FC Groningen. Toch, dat is toch hetzelfde wat met Kjell Scherpen is gebeurd. Je gaat kijken of iemand... Je pikt de talentvolste keepers eruit. Ja. Je gaat kijken of je die kan doorontwikkelen. En als je uiteindelijk iemand kan krijgen voor een prijs waarvan jij denkt, hey, dit is oké. Ja, dan gaat Gorter straks weer weg voor hetzelfde bedrag als waar ze voor ze hem hebben gehaald. Nee, ja, ik snap wat je zegt. Maar je kan ook daardoor een half jaar of anderhalf jaar iemand huren. En dan kun je dat nog steeds doen. Ja, maar kan je iemand huren die van het niveau is wat jij zou willen? Ik ben heel benieuwd waar je nu mee gaat komen. Ik zit een beetje in een existentiële crisis tussen wat handig is en wat ik heel sick vind. Want je hebt op zich bijvoorbeeld met die Fernandez van Brentford, tweede keeper, jong international van Spanje onder 21. Dat zijn denk ik op zich keepers waarvan je zegt, die passen in het profiel. En die kunnen op termijn goed genoeg worden voor Ajax 1. Maar ik zou het veel sicker vinden als zij een stap hoger inzetten. Want Ajax is niet meer de club die het 5 jaar of 6 jaar geleden was. Die zitten nu echt wel bij de Europese subtop. Of ze kunnen, uit de top 6 een tweede keeper van Engeland kunnen huren. Een Leno nu... Kepa, een keer gezegd, Dean Henderson, voor een half jaar of voor anderhalf jaar, je neemt het salaris over, zij kunnen in de Champions League spelen. De volgende ronde waarschijnlijk, de Europa League. Ik zou dat tering vet vinden. En ik denk dat kan. Ja. Dat kost je dan, salaris over neem je 4 miljoen. Maar waarom zou, ik zie niet in waarom Ajax zou huren als ze het geld hebben om te kopen. Omdat je dan dus Gorter nog de tijd geeft om zich door te ontwikkelen. Maar waarom zou je dan niet... Gorter kan zich er ook door ontwikkelen. Als jij daar een keeper hebt staan die je gekocht hebt... en waar die dus anderhalf jaar speelt...
waarvan de waarde ook waarschijnlijk vermeerdert. Waarom zou je dat dan niet doen? Huur is... Ajax zit in een luxe positie dat ze dat helemaal niet hoeven. Ja, maar je kunt een betere keeper huren dan je kan kopen in de winter. Dat vraag ik me af hoor. Maar zo'n Van der Voort, die is toch nog niet op het niveau van Leno of Kepa, als nee, die gasten, ja, als dat realistisch is. Dat ben ik met je eens. Ik zie Van der Voort nooit keep. Dus ik zou niet... Nee, ik waar kiezen de Ajax supporters nu voor? Ja, want er was een polletje gedaan op de Pantelits podcast. Maar, en dat is wel mooi, dat Gorter heeft dat heel erg mee. 41,9% koos voor echt, Gorter. Echt dat veel, is, man. Ja, maar is wel, ik vind dat wel leuk voor die gozer. 36% zei Onana. 4% zei Pasveer. En 17% zei een andere keeper halen. Ik vind het wel even leuk. Ik zag een statistiekje, volgens mij was het Bart Vrouws. De statistieke legend. Die zei als Ajax alle schoten op doel tegen had gehouden, hadden ze nog alsnog maar 3 extra verliespunten gehad. Ja. Ze hadden dan van Twente verloren in plaats van gelijk. En tegen PEC Zwolle of al teams hadden ze gelijk gespeeld. Oké. Okay. Maar dat is toch dat soort statistieken. Ja, dat is heel mooi, man. Dat had Bayern München toch op een gegeven moment. Dat was over een heel seizoen. Dit staat me bij, maar dat weet ik niet zeker. Het was over een heel seizoen. En dan waren ze alsnog kampioen geworden. Als ze alle op schoten op doel erin waren gegaan. Volgens mij. Echt absurd. Ja. Ja, twee dingen hieraan opvallend. Dus en inderdaad, Gorter bovenaan. En dat toch wel een heel groot gedeelte nog gewoon. Of na een groot gedeelte, in ieder geval een derde. En bijna evenveel als Gorter nog voor Onana gaat. Ja. Vind ik ook opvallend. En Pasveer echt super, super weinig, man. Die staat er echt bij de Ajax supporter. Want dit is Pantelis natuurlijk. Mm-hmm. Ajax supporters. Staat er dan echt niet goed op. Vind ik wel wat overdreven. Vind ik ook overdreven. Maar goed. Maar zouden jullie Gorter op durven stellen? Ja, ik zeker. Ik zou het leuk vinden, maar ik weet niet of het... ik weet niet of Want je kunt zo'n gozer ook natuurlijk echt beschadigen als hij 3 blunders maakt. Maar deze jongen, die kan dat wel hebben, volgens mij. Volgens mij is hij super zelfbewust. En hij heeft natuurlijk in de jeugd best wel wat dingetjes gehad. Maar hoe hij overkomt en hoe zelfverzekerd. En ook al maakt hij dan fouten. Hij is wel die guy die dat volgens mij... die van zichzelf donders goed weet als hij wat fout heeft gedaan. Dus ja, dan neem je het risico. Zo kwam hij bij Gwet ook wel over. Ja. Hij debuteerde. Hij is natuurlijk een beetje gek ook. Hij is helemaal gek. Hij speelde zijn tweede wedstrijd bij Twente uit. Die won Gwet 5-2. Stond hij als een malle te keep. Ja, dat was mooi. Ja. Of niet? Nou ja, was prachtig. Mooi. Ja, hè? Zo. Hey, Wout? Ja, ik was al even het telefoonnummer van Het is tijd om met het Haagse te bellen. Marijn Abbahuis op te zoeken. Want ja, we hebben laatst al een keer gebeld. Toen was er al genoeg aan de hand met betrekking tot de overname. Maar hij begint nu echt te dringen. En er is al een brief richting de gemeente gegaan om steun te vragen. Dus, de gemeente heeft al een overbruggingsvergoeding gegeven. Om in ieder geval de kosten nu te kunnen dekken. Ja. Zeg maar die er zijn totdat er een nieuwe eigenaar is. Maar ADO ziet het eigenlijk voor de laatste deadline. Is dat volgens mij zien ze het niet meer lukken om een nieuwe eigenaar te presenteren. Nee, dus lijkt me goed om Marijn even te bellen voor een update. Want dat staat er niet best voor bij ADO. Even kijken. Voor 1 november moet er een garantstelling van 5,1 miljoen euro zijn. Met Marijn. Of een besluitende begroting. Hey Marijn, goedemiddag. Wouter hier. Je zit weer live in de uitzending. Ja, leuk dat je even weer tijd voor ons maakt. Volgens mij hebben we 2-3 weken geleden met je gebeld. Nou ja, en we zitten steeds dichter bij de deadline. En er is een brief voorbij gekomen. Kun je ons wat meer uitleg erover geven? Vorige keer dat we elkaar spraken, was er ook een brief gekomen. Dat herinner je nog, hè? Over de eventuele verkoop van het stadion. Mm-hmm. Daar is nu een taxatie gaande. We verwachten binnen nu een paar dagen daar nieuws over. Dat is dan zeg maar op welk bedrag het stadion wordt getaxeerd. En op basis daarvan weten we of er een mogelijkheid is dat de gemeente gaat praten over de verkoop van het stadion met Groep Lensiol, die het stadion graag willen hebben als ze de club overnemen. Maar dat is onderdeel 1 van dit dossier. Onderdeel 2 is dat er een nieuwe brief is gekomen vanuit het college van burgemeester en wethouders van Den Haag naar de raad. Waar eigenlijk dus in staat dat ADO heeft aangegeven, wij zien geen oplossing meer voor 1 november. Willen jullie alsjeblieft helpen? Op basis daarvan is het college van Den Haag nu in de boeken aan het kijken om te zien, komen de lijken uit de kast? Heeft het eigenlijk wel zin om deze club nog van de ondergang te redden? En als blijkt dat dat zin heeft, gaan ze met de raad overleggen in op welke manier ze dan ADO eventueel zouden kunnen redden van de ondergang. Dus dat is momenteel waar alle pijlen op zijn gericht, hulp vanuit de gemeente. Ja, eigenlijk een laatste
noodgreep, zeg maar, van ADO? Ja, ja dat kun je, zo zou je het kunnen zien. Ik vind het moeilijk om in te schatten of dit plan B is. Of plan Z, of hoe je het ook wil noemen. Of dat dit misschien al die tijd wel plan A is geweest. Oeh, dat vind ik interessant dat je dat zegt. Want dat ADO eigenlijk de stiekem altijd op gerekend heeft dat dit nog een optie was, of? Ja, zeg maar, dat is zeg maar een gerucht wat ik wel veel heb gehoord. Hè, dat iedereen binnen ADO wist dat de gemeente de club uiteindelijk nooit zou laten vallen. En er is er natuurlijk ook genoeg om aan te nemen dat ze dat niet doen. Want de club is toch wel belangrijk voor de stad. Zeker aangezien het natuurlijk eigenaar is van het stadion. Het is de enige profclub in de derde stad van Nederland. Ja goed, daar kunnen we natuurlijk het lang over hebben. Maar we weten allemaal dat ADO echt wel een functie heeft. Een belangrijke functie bekleedt, zeker voor de stad. En ja, wat ik natuurlijk ook meteen doe als ik zo'n brief voorbij zie komen, is vragen aan de kandidaat Kopers. Staan jullie dan nu helemaal buitenspel? En ja, daar is gewoon toch wel ontluisterende antwoord op. We hebben al maanden geen gesprek meer gevoerd. We komen gewoon niet aan tafel. En wij worden niet gebeld, niet benaderd, niet uitgenodigd. Onze plannen worden niet eens gehoord. Nee, ja, dat is inderdaad maar, vrij schokkend. Maar dan is toch zeker dat plan van de gemeente plan A eigenlijk? Als je dit hoort. Ja, zullen ze bij ADO nooit toegeven. Maar dat is inderdaad wel wat ik verwacht. Ja. Maar Marijn, Martier, hou jij er rekening mee dat ADO omvalt? Of is dat echt uitgesloten voor jou? Ik heb er eigenlijk al... inmiddels hou ik er wel een tijdje rekening mee dat ADO omvalt. Alleen na het lezen van zo'n brief, toch eerlijk gezegd niet meer. Ik denk dat de gemeente ADO wel gaat redden. En ik heb gisteren ook uitgebreid met een deskundige gesproken op gebied van staatssteun. Om te vragen in hoeverre kan een gemeente een club redden. Want er is natuurlijk 5,1 miljoen nodig, wat hartstikke veel geld is. Maar er zijn genoeg manieren om ervoor te zorgen dat... dat het wel kan. Dat zeg maar, de regels van de Europese Commissie in ieder geval kunnen worden omzeild. Of ervoor kan worden gezorgd dat het niet via de Europese Commissie hoeft te gaan. En? Dus er is genoeg mogelijk, ja. Right. Oh, zo, mijn microfoon gaat hier. Maar bijvoorbeeld bij Twente was natuurlijk er heel veel steun. Maar ADO heeft volgens mij nog geen 3000 seizoenskaarthouders. Is daar ook steun voor in Den Haag? Dat zullen we in de raad snel gaan merken. We hebben gisteren een eerste belrondje gedaan langs de gemeente om dat te peilen. En in de raad merk je toch wel dat een meerderheid zegt van die club die moet wel gered worden. Oh. Dat tenminste, zo begint het nu te bewegen. Heel lang hebben ze allemaal gezegd van er gaat geen geld meer naar die club. Laten we er alsjeblieft mee ophouden. Maar nu het eenmaal zover komt, zie je iedereen toch wel bijtrekken. En er zijn ook wat tekenen van dat het ook onder het publiek weer wat meer begint te leven. Nu is het in de eerste divisie best wel goed doen. In de keukenkampioen-divisie komen er wel weer meer supporters kijken. Ja, dat wilde ik eigenlijk nog net even vragen, want... Ja, misschien heel kortzichtig hoor, maar hebben de recente periodetitel en zeg maar ook weer meer het Haagse gezicht weer van die selectie, zouden die nog invloed kunnen hebben op deze beslissingen? Ja, daar zijn we ook al mee bezig geweest inderdaad met het AD. Hebben we geprobeerd het verhaal te maken. Iedereen zegt natuurlijk heel makkelijk van dat heeft absoluut meegeholpen. Dit kan net iemand over de streep trekken, et cetera. Maar uit die brief blijkt dat het... misschien wel helemaal niet klopt wat wij te horen hebben gekregen, omdat ze meer telefoontjes hebben gekregen van geïnteresseerde partijen. Maar voor de gemeente kan het natuurlijk wel geholpen hebben. En dan is het niet alleen het feit dat ze die eerste periodetitel hebben gewonnen en dat er een leuke jonge spelerselectie staat. Maar ook dat hier een ernstig zieke jongen twee weken geleden is uitgezwaaid. Eigenlijk een soort van eerbetoon kreeg tijdens de wedstrijd tegen Rode JC. En dat je op die manier toch ook ziet van die club heeft ook wel een functie op emotioneel vlak. Die supporters, het zijn een beetje moeilijk te peilen supporters soms geweest, maar ze kunnen wel ontroeren en verbinden. In een stad die zo verdeeld is, is dat toch ook wel weer, zegt dat ook wel weer wat. Ja, absoluut.
Ja, Marijn, dankjewel even voor je toelichting weer. Ja. Nou, we hopen eigenlijk dat het goed gaat komen en dat we voor 1 november misschien een keer met echt positief nieuws kunnen bellen. Ja, de komende dagen gaan we er heel snel mee over weten, want dan komt alles in de raad en dan weten we welke kant het op gaat. Oké, okay, nou top. We houden het in de gaten en voor mensen die er meer over willen lezen, jouw artikel van gisteren in het AD is daarover nog terug te lezen natuurlijk. Ja, sowieso een goed idee om het AD en dan zeker de Haagse sectie heel erg in te gaan staan en berichten de dagelijks ook. Zeker. Dankjewel Marijn. Yo, bedankt. Hoi. Gek contrast hè, met dan zo'n prestatie op het veld. Ja. En hoe de situatie is. Fucking knap, man. En het doet een beetje denken aan Ajax onder Frank de Boer. Met die, hoe was het ook weer, die mooie naam voor die revolutie? Fluwele revolutie. De Fluwele revolutie, die toen ook gewoon goed bleef presteren. Dat doet Ruud Brood nu hetzelfde eigenlijk met best wel een nieuw elftal. Nou, ik heb wel begrepen dat op de kantoren, zeg maar in het Haagse, dat het niet echt super hard gevierd is of zo. Omdat het wel binnen de club natuurlijk gewoon een echt crisis is. Ja. Des te knapper. Dat is het knap van de selectie. Ja, en vooral schokkend inderdaad dat dit dan uiteindelijk blijkbaar plan A is geweest. Ja. Dat had ik echt niet zo ingeschat in gezegd. Gaan ze vallen? Nee. Nooit. Nee, dat denk ik ook niet. Wat er wel viel, was de wereldrecordreeks. Van Italië. Jezus, dat is slecht. Meeste ongeslagen wedstrijden op rij? 37. En dan komt Spanje. Ja. In de Nations League, halve finale van de Nations League. Het was wel even een lekker wedstrijdje. Ja, het stond best. Hier ga ik nu even hard op in. Jullie lopen gewoon gisteren helemaal die Nations League helemaal te doen alsof dat niks is. Maar dit zijn toch fucking vette affiches. Ja, het zijn hele vette affiches. Alleen, voor mijn gevoel leeft het helemaal niet veel, veel minder ten opzichte van vorige keer. Omdat Nederland nu niet in die eindronde zit. Leeft het bij jou? Maar tuurlijk kan je het niet vergelijken met als Nederland speelt. Maar je kan mij niet vertellen dat je liever naar oefenwedstrijden kijkt. Zelfs een oefenwedstrijd tussen Italië en Spanje dan naar dit. Ik weet niet of je gisteren de beleving hebt gezien bij die wedstrijd van die mensen. Nou ja, voor mij zit er een heel ander stempel op dan een oefenwedstrijd. Oh nee, absoluut. Ja, maar ik vind de Nations League in dat opzicht ook een heel goed idee. Maar, alleen ja, voor ons kwam die wedstrijd gisteren een beetje uit de lucht vallen. Je houdt het totaal niet in de gaten. Nee, klopt, dat snap ik wel. Alleen, de timing is toch hoogst ongelukkig om dat nu te doen. Ik bedoel, het kan waarschijnlijk niet anders in die kalender. Maar een ideaal plaatje, dan doe je dit toch ergens in de lente. Ja, of in ieder geval, kijk, na een EK of een WK leef je echt toe. En dit is gewoon inderdaad in een tussenweek, in een interland. Alleen de wedstrijd zelf, ja, ik heb dan zelf de lange samenvatting gekeken. Maar ik heb er gespijt van dat ik hem niet helemaal gezien heb. Ja, het was echt maar. Nog even, ik wil dit feitje wat jij hebt uitgezocht, wil ik niet verloren laten gaan. Het was natuurlijk het eerste verlies sinds 10 september 2018 van Italië. Mm-hmm. Maar de eerste thuisnederlaag. Ja, sinds 1999. Ja, dat is heftig. België thuis ook nog 1-3. En het was niet eens een heel goed Belgisch elftal. Dus ik had even wat namen opgezocht. Maar in ieder geval een goal van Bart Goor en eentje van Gilles de Beelden. Oh, mooi man. Ja, nice. Gilles Deelder? Gilles Deelder, die deed de gedichten. Ja. Maar nee, ja, dus wat dat betreft gebeurt het de Italianen eigenlijk bijna nooit. En ja, ik had het er net ook al even over op de redactie. Voor mijn gevoel is Italië een beetje die EK-titel is een beetje een perfect storm geweest. Alles viel op zijn plek, tactiek heel goed van Mancini, daar niet van. Maar geen supergeneratie. Terwijl als je ziet wat er nu bij Spanje aankomt, daar krijg je echt het idee bij dat die misschien wel kunnen gaan domineren de komende jaren. Misschien als we even gaan kijken naar de namen die er niet bij waren, al bij Spanje. Marcos Llorente, die natuurlijk overal kan spelen eigenlijk. Pedri, Gerard Moreno, Morata, Gaia, Jordi Alba, Dani Olmo, Ansu Fati, Carvajal, Thiago, Soler. Ja. Waren er allemaal niet bij. En als je dan kijkt naar de opstelling die er alsnog staat. Ik zat te denken, Koke en Busquets. Vond ik eigenlijk een soort, dacht ik van, waarom spelen jullie eigenlijk? Dit is toch een heel ander team. Ja. Maar dat vond ik wel juist mooi, dat contrast, zeg maar. Twee van die oude vossen, zeg maar. Maar Koke hoort toch niet echt bij de oude vossen? Hij was wel onderdeel van dat Spanje van 2014, wat een beetje gefaald heeft. Maar ja, ik denk wel eerder dat hij, ik snap wat je bedoelt. Het is niet zijn generatie, maar hij hoort eerder bij de oudere garde dan bij de jonkies. Hij zit een beetje tussen het wal en schip, want hij heeft natuurlijk de gouden generatie niet volop meegemaakt. Nee. En dit ook niet, maar nou ja, misschien, hij is dan denk ik nog wel goed genoeg om nog wel even mee te gaan. En dan, jij noemt nu een aantal namen, maar daar staan dus ook gewoon 5, 6
toptalenten tussen die er nu al niet eens bij waren. Mm-hmm. Maar wat ik me afvraag is, want Frankrijk heeft natuurlijk ook zo'n legio aan topspelers, weet je wel. In hoeverre is het een voordeel om een miljoen wereldsterren te hebben? Ten opzichte van bijvoorbeeld Italië, dat je heel consequent kan bouwen naar een elftal, wat ook bestaat uit topspelers, maar dat je veel beter de lange termijn uit kan stippelen. Want je gaat hier krijgen dat spelers die gaan, weet ik veel, Ansu Fati speelt niet, die maakt 8 goals in 5 wedstrijden, die moet gaan spelen. Het is onrustiger qua bouwen van je elftal, denk ik. Hmm. Nou ja, ik denk dat Spanje nu veel bewuster zeg maar aan een nieuw team aan het bouwen is. En dat bij Frankrijk de doorstroming gewoon veel beperkter is. Als je ziet naar het geraamte zeg maar, van het elftal van Frankrijk, daar staan nog steeds heel veel dezelfde namen in. En er komt dan af en toe een keer een exceptioneel talent bij als Mbappé. Misschien dat een Koundé nu net een beetje aan het doorbreken is. Of een paar jongens op de backposities. Maar voor de rest zijn er nog, voor mijn gevoel nog heel veel dezelfde namen. Rabiot staat er nog steeds in. Pogba, Griezmann. Ja. Zelfs Giroud was nog onderdeel van EK-selectie. Terwijl bij Spanje zie je nu in één keer een enorme generatie met nieuwe talenten. En ook een hele bewuste keuze, denk ik, van Luis Enrique. Ook tijdens de EK, om deze jongens allemaal de kans te geven. Unai Simon bijvoorbeeld. Zit erbij, Pedri zet hij er gewoon in, Gavi stelt hij nu gewoon op, Jeremy Pino, als ik het goed zeg. Hij geeft al die gasten een kans. Ik vind het echt een waanzinnig project om te volgen. Ja, daar pareer jij mijn vraag toch heel goed. Ja, ben ik niet ik heb erover nagedacht. Ja. Ook dat is Wouter Boerkamp. Ik vond wel, er was heel veel enthousiasme over Spanje en die speelde ook echt goed. Alleen, ik vond het wel wat overdreven dat zij de eerste helft helemaal in hun zak hadden. Want Chiesa kreeg dat schot, weliswaar van de 16. Bernardeschi, die korte op de hoek. Counter er vandoor is. Ze kregen nog een kans. Ik weet even niet meer wie die kreeg. Maar er zaten ook alweer wat gevaarlijke momentjes tussen, waarbij Italië sowieso super snel omschakelt. Wat ik wel echt leuk vind om naar te kijken. Zeker in contrast met het Spaanse vrij tiki-taka-achtig, wat het nog steeds wel is. Maar ik vond Italië eigenlijk niet echt tegenvallen of zo. Nee, maar de reden waarom ik zo enthousiast ben over Spanje is omdat zij en die zwakheden nog hebben. Dus in principe kunnen ze ook nog veel beter, denk ik, met deze selectie. En ze hebben zowel tijdens de EK als nu zijn ze al het resultaat aan het halen. Dus als zij ook nog beter gaan worden en dat soort dingen eruit gaan, dan wordt het echt interessant. Zo, stel je voor dat Guardiola over een jaar of 2 of 1 bondscoach wordt van Spanje. Ja, hoeft van mij niet. Ik bedoel, van mij ook. Waarom zou je Luis Enrique nu van dat project afhalen? Je kan, hoezo? Je hoeft toch niet een project met 1 trainer te doen? Je kan toch gewoon. Je hebt ook Aragonés en Del Bosque gehad. Je kan toch hem dit nog 2 jaar laten doen? Qatar en dan lijkt me als speler. Guardiola. Lijkt me vrij intens als je en Luis Enrique en Pep Guardiola als coach hebt. Ja. Die zijn allebei. Ik vind Guardiola gewoon een legend, man. En ik hoop dat hij een keer een nationaal team gaat doen. Zoals ik ook hoop dat Klopp Duitsland een keer gaat doen. Als je kijkt naar die kwaliteit van die goals van gisteren. Wow. Ja. Die voorzet van Oyarzabal, die eerste. Oh. Bastoni staat eigenlijk helemaal niet zo heel slecht gepositioneerd. Nee. Hij staat aan de binnenkant. Metertje denk van Ferran Torres af. Alleen die bal, het is zo'n perfecte bal. En hij is niet hoog. Hij is niet over de grond, maar hij zit er precies tussenin. En op die echt een waanzinnige snelheid dat hij precies tussenin valt. En ja, ook nog super knap afgerond binnenkant. Die kopbal ook hoor, die 2. Ja, en heel veel aanval. Heel veel gevoel ook in die 2e assist van Oyarzabal. Ik vind het, als spits kan ik er echt niet naar kijken. Want ik heb een vrij grote hekel aan dat type spits, zeg maar. Sinds een beetje dat ze Ajax dat ze middenvelder in de spits gingen zetten bij of een buitenspeler, heb ik niet zo heel veel mee. Alleen Oyarzabal aan de zijkant en hoeveel voetbalkwaliteit hij heeft, vind ik echt heel fijn. Ja, en Ferran Torres, daar heb ik dan toch zo'n zwak voor dat dan weer wel mag. Lekker consequent, maar goed. Keurig, valt ze nu even. Valt ze nu even. Zo, hey. Ja. Nice. En waanzinnig productief, want hij is volgens mij debuteerde hij september 2020. Ja. 21 lands nu? Ja, 12 goals. Ja. Ja, niet te doen. Maar het is natuurlijk bij City ook door hoe makkelijk hij scoort. Dat is natuurlijk een bizarre kwaliteit. En dat is natuurlijk ook waarom die vaak meer in het centrum wordt gebruikt. Hij scoort zo makkelijk. Het is bijna zonde om hem op de flank te zetten waar er meer afstand naar die goal is. Echt een koopje voor City geweest, hè, van Valencia. Echt bizar. Ja, absurd. Echt bizar. Je snapt al waarom Valencia naar de klote gaat, zeg maar. Als je dit soort spelers voor Peter Lim. Ja. Die is best. Vanavond weer een kraker. Nou, het boeit jullie niet zoveel natuurlijk. Nou,
Oh, leeft dit wel? Want België en Frankrijk is toch wel dichterbij. Ik zou nog liever nu Spanje-Italië in zijn geheel terugkijken dan dat ik deze ga kijken. Ja? Maar het zegt heel veel over Spanje-Italië. Ja, dat is waar. Want ik heb, ja, dit is echt... Ja, voor mijn gevoel zijn dit twee elftallen dat we al heel lang naar hetzelfde zitten te kijken. Ja. Ook als je kijkt weer naar de verwachte opstellingen, er zit heel weinig verversing in. En ja, het is meer iets om te zien van, kan België nu wel Frankrijk verslaan? Heeft iemand, want deze wedstrijd werd in 2018 ook gespeeld, toch? Halve finale, ja. 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 In hoeverre komen die namen nog overeen? Heeft iemand ook gecheckt? Ik denk... De topspelers... Die maakt die draaiboeken. De tops, ja, dankjewel. De topspelers nog wel. Dat die redelijk overeenkomen. Dat gewoon een Hazard, een De Bruyne, Courtois vanavond nog wel spelen. Alleen ja, daaromheen vind ik misschien de doorstroming niet groot genoeg. Nee. Ja, en bij Frankrijk zit je ook nog steeds naar... Zou je het lekker vinden als België even een toontje lager gaat zingen? Nou, dat hoeft voor mij niet. Ik heb juist liever dat bij België nu nog meer nieuwe talenten doorbreken... om dat ze dan toch met deze generatie een prijs gaan pakken. Maar ja, Hoop je dat? Ja, ik heb dat ook wel, man. En ik heb een heel groot zwak voor Lukaku. Maar vooral achterin, die verversing is wel echt nodig. Kijk, we zeggen dat al 4 jaar, hè? Nog steeds naar Denayer te kijken, ja. Maar, ja, en wat dacht je van Jantje Vertonghen en Toby Alderweireld? Ja. Die nu... Ja, Vertonghen speelt natuurlijk bij Benfica, maar Alderweireld... Die ze ook lekker zijn geld aan tellen. Ja, die woestijn. Dat zijn natuurlijk echt topverdedigers geweest. En ze zijn nog steeds gewoon... Ze doen het nog steeds heel goed. Omdat het gewoon echt uitstekende verdedigers zijn. Maar je wil daar op een gegeven moment wel doorgroeien. Ja, en een paar backs. Maar ook niet... Ja, die gaan ook naar Atalanta. En die gaan niet naar... naar Real Madrid. Ja, ik moet zeggen dat Castagne wel een verbeterde versie vindt van Meunier. Ja. Ja, maar het is geen. Er breken nog geen nieuwe Lukaku's of De Bruyne's door. Nee. Maar goed. Laat me graag verrassen de komende jaren. Ja, je hebt daarachter zit Boyata. Ja, het is wel een jong talentje. Die kan allemaal doorbreken. Ja, en je hebt die. Dat zie ik nu. Die Arthur Tiet. Theat. Dat is echt weer een nieuwe naam. 21 jaar pas. Is het een Wallonier of een Vlaander? Waar is hij geboren? Hij is geboren... postcode loterij. Nu wordt het heel moeilijk. Leuk. Luik. Een Fransman. Een vrouw van Frans naam. Arthur Thea. Theater. Ik kan hier ook weinig over zeggen. Theater. Ik laat me verrassen door Talentenfabriek door Standaard Luik. We gaan hem aanschouwen. Komt hij van Standaard Luik ook? Weet ik niet. Nou. Ik heb het nu... Zoeken we op thuis. Ik heb het nu weggeklikt. Zonde. Vanavond gaan jullie kijken? Jij zou serieus die wedstrijd nog gewoon helemaal terug kunnen gaan kijken. Morgen voeren we een lange samenvatting. En dan misschien nog even iets van Spanje-Italië meepakken. Dan ben je echt hoor. Als je vanavond helemaal Spanje-Italië terug gaat kijken en dan niet die wedstrijd. Ja, jij, Matje? Ik ga vanavond naar een concert van Kevin. Slow Flow? Ja. Leuk. Ja. Nou... Onze regisseur roept ook wat, hoor ik. Ja? Wat? Ik versta hem ook niet. Nee, morgen zijn we er gewoon weer met de daily. Dan is Niel er weer, denk ik. Dat zou goed kunnen. Volgens mij zit ik er in ieder geval weer. En jij volgens mij ook. Word ik ingereld voor Niel? Dat is... Dat is pijnlijk. Pijnlijk. Bedankt voor het luisteren. Kijken. En tot morgen.